In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, gaan we vandaag verder met de leer van de heilige Alphonsus over het geestelijk leven. Vorige keer onderwees hij ons over hoe wij de christelijke deugd van de naastenliefde in gedachten en in woorden dienen te beoefenen. Vandaag wil hij ons spreken over het beoefenen van de naastenliefde in werken. Mijn dierbaren, wij moeten altijd bereid zijn onze naaste in alle nood bij te staan. De heilige Johannes schrijft: mijn kinderen, laten wij niet enkel beminnen met de woorden, met de tong, maar met de daad en de waarheid. De naastenliefde is niet enkel maar een preekthema, maar moet zichtbaar zijn, heel concreet zijn in een katholieke samenleving. Sint Alphonsus handelt in zijn geschriften over verschillende categorieën van naasten, waar wij met de daad de naastenliefde daartoe dienen te beoefenen. Geven wij vandaag daartoe een samenvatting. De werkdadige liefde, zo zegt hij, moet beoefend worden allereerst tegenover de familieleden. Dit betekent dat men als ouders een trouwe plichtvervulling tegenover de kinderen die God u heeft toevertrouwd, voor ogen moet hebben. Hoe de kinderen handelen en zullen handelen hangt voor een groot stuk af van de opvoeding die ze van hun ouders hebben ontvangen. Deugdzame ouders hebben een grotere kans op deugdzame kinderen. Onze heiland zegt: kan men druiven oogsten van doornen? Nee. Daarom is het voor de ouders een plicht van naastenliefde zelf voorbeeldig christelijk te leven, te bidden, de deugden te beoefenen, actief de kerk terzijde te staan. Ouders moeten erop letten met wie hun kinderen omgang hebben, hen tot het goede aanzetten, ook tot het ontvangen van de sacramenten die nodig zijn voor het leven van de ziel. En waar goede woorden, herhaalde vermaningen niet helpen, daar moet men straffen. Eenmaal dat de kinderen als een boom een bepaalde ouderdom hebben bereikt, kan men ze niet meer in de ene of de andere richting buigen. De Heilige Schrift zegt: buig uw zoon als hij nog jong is, opdat hij uiteindelijk een rechtschapen man worde. Een vader die niet zorgt dat zijn kinderen discipline kennen, principes kennen, of een vader die niet ingrijpt waar nodig, hij zal door God bestraft worden. U kent zeker allen de gebeurtenissen rond de hoge priester Heli. De hoge priester Heli verzuimde het zijn deugdeloze zonen te berispen, te straffen. En wat gebeurde? Geheel het volk en zelfs de ark van het verbond geraakten daardoor in vijandige macht. En hij zelf en zijn zonen stierven volgens Gods raadsbesluit. En het volk verbleef 40 jaren in problemen onder vijandige macht. Kinderen op hun beurt moeten de naastenliefde uitoefenen door gehoorzaamheid, door eerbied en respect, door hulpvaardigheid te tonen en hun ouders in elke geestelijke en tijdelijke nood bij te staan. Kinderen dienen ervoor te zorgen dat hun ouders met de sacramenten sterven. De naastenliefde dient allereerst beoefend te worden tegenover de familieleden. En ten tweede zegt de heilige Alphonsus tegenover de armen. Onze heiland beval
geeft aalmoezen van hetgeen van uw levensonderhoud overblijft. Geef aalmoezen aan de armen. En de geschonken goederen zullen ons tot loon dienen. De aartsengel Raphaël sprak tot Tobias. De aalmoes redt van de eeuwige dood. De aalmoes zuivert u van de zonden. En de aalmoes zorgt ervoor dat gij ook barmhartigheid verkrijgt. En tenslotte het eeuwige leven verwerft. Daar de arme het geschonken goed niet kan vergelden, zal God dat doen in zijn plaats. God zal onze schuldenaar zijn. Keren wij onze ogen niet af, mijn dierbaren, van onze noodlijdende naaste. De heilige Johannes zegt, wie zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, of schoon hij hem kan helpen, hoe zou de liefde van God, de genade Gods, in zo iemand kunnen blijven? Hoe kan men zo iemand katholiek noemen? We kennen allemaal het verhaal van de heilige Martinus, hoe deze zijn mantel in twee deelde met een bedelaar. En deze bedelaar leek later Christus zelf te zijn. Ten derde spreekt de heilige Alfonsus ons over de liefde tot onze vijanden. Ook de mensen die ons ongunstig gezind zijn, moeten onze liefde voelen, mijn dierbaren. Ik zeg u, bemint uw vijanden, doet goed aan hen die u haten en bid voor hen die u vervolgen en u lasteren. Zo onze heiland. Hoe treurig is het dat sommigen de heilige communie naderen om zich te verenigen met Christus. Maar een van Gods kinderen, een van de broeders en zusters van Christus, niet beminnen. Sommigen schamen zich zelfs niet deze afgunst, deze nijd, deze onchristelijke gevoelens openlijk te tonen en toch de communie te gaan. Helaas, met welke ogen moet het Lam Gods op zulke haatdragende communicant blikken? De heilige Augustinus zegt, wee de christen die haat draagt in zijn hart. Een dubbele hel zal hij erven. Een hel hier op aarde en later het eeuwige vuur. Nee, mijn dierbaren, spreken wij iedereen vriendelijk aan. Groeten wij als eerste, zien wij in elke persoon de goddelijke heiland. En indien iemand u inderdaad zou benadeeld hebben, wreek u dan, maar niet zoals een heiden, maar wreek u als een heilige. Stapel hete kolen op zijn hoofd, bewijs die persoon weldaden, bid voor hem, offer hem voor hem. Vergeef en u zal vergeven worden. Ten vierde spreekt Sint Alfonsus over de liefde tot de zondaars. Ook die moeten wij beminnen. De liefdesbewijzen die op de ziel van de naaste betrekking hebben, mijn dierbaren, zijn altijd hoger in te schatten dan de goede daden aan het lichaam van de naaste verricht. De heilige Augustinus zegt, indien gij God werkelijk bemint, zult gij ook alles in het werk stellen om uw naaste voor God te winnen. Want ook de ziel van de zondaar leeft eeuwig. Vergeten wij dat niet? En trachten wij de zondaar, elke zondaar, in zachtmoedigheid te overtuigen van de boosheid van zijn zonde? En geven wij hem moed om de bekoringen te overwinnen? Soms is het daaraan gelegen. En smeken wij God om vergeving voor zijn begane zonden? Doen wij plaatsvervangende boete? Ja, misschien kunnen wij eerherstel geven tegenover God, de straffen van de zondaar verkorten. De heilige Augustinus
durft zelf het volgende te zeggen. Hij die een ziel redt van de hel, bestemt zijn eigen ziel voor de hemel. Zo kostbaar, mijn dierbaren, is voor God één ziel, ook de ziel van de zondaar. Ten vijfde spreekt Sint Alfonsus over de liefde tot de zieken. Dit moet werkelijk een karaktertrek zijn van de katholiek. Het evangelie staat namelijk vol van Christus zijn weldaden aan zieken. Zieken worden vaak in de steek gelaten, vergeten. Nochtans zijn ze door hun pijnen, door hun verveling, door hun angsten gekweld. In elke zieke moeten wij Christus herkennen. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. En denken wij ook aan de barmhartige Samaritaan, die de halfdode op de weg verzorgde, naar de herberg bracht. En deze Samaritaan werd door Christus als de ware naaste bestemd, als de ware katholiek. Troosten wij dus de zieken, herinneren wij aan het lijden van Christus, aan de verdienstelijkheid van het lijden, aan de zin van het lijden. Bidden wij met de zieken, blijven wij zachtmoedig, geduldig en denken wij eraan, eveneens, om tijdig een priester te roepen, voor de sacramenten de ziekenzegen te laten geven. Of misschien zelf het heilige oliesel. Het heilige oliesel kan de zieken genezen. En daarom spreekt Sint Alfonsus ook ten zesde over onze liefde tot de stervenden. Wat gezegd is betreffende de naaste liefde tot de zieken, geldt ook voor de stervenden. In het uur van de dood komt de hel deze stervende mensen, deze zielen, met dubbele woede bestormen. En wee degene die alleen is. Hij tracht dus samen met de stervenden de heilige namen van Maria, Jezus en Jozef te aanroepen. Oefeningen van geloof en vertrouwen te verwekken. Spreken wij de stervenden over de barmhartigheid van God? En tenslotte spreekt Sint Alfonsus ook ons over de liefde tot de arme zielen van het vagevuur. Het lijden van deze arme zielen is ontzaglijk groot. En zelf kunnen ze niets van hun smart verzachten. Zij kunnen ze niet beëindigen. En het lijden van het vagevuur overtreft elk aards lijden. Omdat het een bovennatuurlijk lijden is. Een lijden in verlangen en liefde naar God. Deze zielen smachten naar God, maar ze kunnen door hun niet uitgeboete zonden, door hun tekort aan goede werken, God niet naderen. Ze kunnen slechts wachten op Gods barmhartigheid of op de onze. Inderdaad, wij geloven in de gemeenschap van de heiligen. Dit betekent in de ene kerk. Een ene kerk die verdeeld is, zich onderscheidt in de triomferende kerk van de hemel, in de strijdende kerk op aarde en de lijdende kerk in het vagevuur. Zij zijn allemaal communicerende vaten. Er bestaat werkelijk een gemeenschap tussen die drie groepen van die ene kerk. En het is een plicht van naastenliefde dat wij op aarde de schatten van de kerk, de schatten die ons ter beschikking staan, de sacramenten, de gebeden, de offers, de deugdelijke werken, dat alles gebruiken om het leed van die arme zielen te minderen en zelfs te beëindigen. Wij zijn daartoe in staat, mijn dierbaren. Bespoedigen wij ons dus te beginnen voor deze zielen van het vagevuur te werken, hun intrede in de hemel te winnen, door volle aflaten te verdienen. Doen wij dat? Dat is naastenliefde. In Christus winnen en sluiten wij deze drievoudige overweging over de naastenliefde af.
en maken wij ons het voornemen deze koninklijke deugd te beoefenen. Zonder de liefde ben ik niets. Dat zijn de woorden van Sint Paulus. Dat moet ons voor ogen staan. Zonder de liefde ben ik niets. Alles wat ik doe, alles wat ik bid, alles waar ik mij in versterf, brengt mij niets. Ook niet de hemel. Ook niet de hemel. Als ik de naaste liefde niet oprecht beoefen tegenover allen. De naaste liefde in gedachten, woorden, werken. Beseffen wij dat goed? En beoefenen wij deze deugd? Leren wij deze deugd te beoefenen in de vastentijd? En vragen wij aan onze lieve vrouw, de moeder van de schone liefde, zoals wij haar noemen, al de daartoe nodige genaden van onze heiland af te smeken. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.